Ik wil het eerst het woord geven aan de heer Marcus van de PVV. Die zal zich na zijn bijdrage ook verontschuldigen omdat hij plenair een ander debat heeft. De heer Marcus, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Deze week kwam het schokkende nieuws naar buiten dat onder de grote stromen migranten die ons land binnendringen, één van de grootste ISIS-massamoordenaars zat. Een genocide-architect die het kabinet van minister Hoekstra ons land binnen heeft gelaten. Het dramatische is, voorzitter, zeg ik ook aan de heer Brekelmans die door me heen zit te praten, dit is het topje van de ijsberg. Er zitten natuurlijk nog een hele hoop meer misdadigers en terroristen tussen die ongecontroleerde migratiestromen. In het Nederland van vicepremier Hoekstra kunnen de mensen hun boodschappen niet meer betalen en worden onze ouderen door de overheid op groenterantsoen van 100 gram per dag gezet. Maar het kan minister Hoekstra blijkbaar allemaal weinig schelen, want nadat hij deze week wat pootjes aan Biden moest geven, privé jette hij daarna door naar de obscure bijeenkomst van het WEF in Davos. Die snoepreisjes van de minister kosten de Nederlandse belastingbetaler handenvol geld en ondertussen worden in de donkere achterkamertjes deals gesloten die niet in het belang van de gewone Nederlander zijn. Je zou zeggen, na zo'n patserig week in Davos, een van de duurste steden van de wereld, dat de minister genoeg kaviaar naar binnen heeft gewerkt, maar nee, de minister heeft alweer een nieuwe lunch staan. Voordat u verder gaat, u heeft een interruptie van de heer Sjoerdsma van D66. Ja, voorzitter, want de heer Marcuszoo heeft dit alles eerder gedaan. En toen plenair. Toen nam hij ook deze minister de maat. Niet noodzakelijkwijs op zijn beleid. Maar deed hij net als nu de suggestie dat deze minister niet bezig zou zijn met het belang van Nederland. En enkel met een soort van luxe reisjes die aan gezelligheid, die nogal rijk uitblinken in gezelligheid en weinig in zakelijkheid. En ik moet toch echt eerlijk zeggen dat ik zou iedereen aanmoedigen om kritisch te zijn op deze minister, maar ik zou het echt aan hem willen vragen om dat niet te doen op zo'n persoonlijke manier. Zeker niet als je ziet dat een ontmoeting met de Amerikaanse president van het allergrootste belang is, niet alleen voor onze veiligheid, maar ook voor de werkgelegenheid in bijvoorbeeld steden als Veldhoven. Daar gaat de VVD dan maar even aan voorbij, hoe belangrijk dat is voor Nederland. De PVV, excuus. Jij keek naar rechts en dan nou ja. Zie je meestal mij. Ja, zie ik meestal Ruben zitten, maar de heer Brekelmans zitten, maar in dit geval de heer Marcuszoo, de PVV. Ik zou hem echt willen vragen om dat niet te doen. Dat hoort niet bij deze commissie, het past ook niet bij goede politiek. De heer Marcuszoo. Ik zal zo inhoudelijk ingaan op de lunch van volgende week, wat ik daarvan vind. Maar algemeen gezegd hebben we heel veel problemen in Nederland. Nederland zit vol met crisis. We hebben een wooncrisis. We hebben dus een crisis waarin onze ouderen door de overheid op rantsoen worden gezet. Mensen kunnen gasrekeningen niet meer betalen. En ondertussen worden in het buitenland deals gesloten. Niet alleen, daar heeft de heer Sjoerdsma gelijk in. Niet alleen door deze minister, maar door dit kabinet, gesteund door D66 van de heer Sjoerdsma, deals gesloten waar Nederland verschrikkelijk veel last van hebben. Bijvoorbeeld die gekke stikstofdeals in dat enge Europa. Of volgende week gaat de minister met zo'n vertegenwoordiger van de Palestijnse autoriteit spreken. Dan wordt er weer geld gegeven aan die autoriteit. En met dat geld wordt weer nieuw terrorisme gesponsord. Ik kan eigenlijk wel doorgaan. Ik kan eigenlijk geen één deal bedenken die de afgelopen paar jaar zijn gesloten, ook onder de voorganger van deze minister, die goed heeft uitgepakt voor dit land of voor de gewone Nederlander. Aanvullend, de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, want de heer Marcuszoo moet natuurlijk niet zo makkelijk weglopen bij zijn eigen voorbeelden. Hij had het over pootjes geven aan de Amerikaanse president, waarbij er natuurlijk sprake is van een officieel bezoek, waarbij grote Nederlandse belangen op het spel staan. Ik zeg nog maar een keer, de heer Marcuszoo, de hele omgeving Veldhoven en Eindhoven is in dienst van de ASML. Dus als u dat soort bezoeken onzin vindt, als u met dat soort met dergelijke denigrerende woorden spreekt over dat soort bilaterale bezoeken op het allerhoogste niveau, dan moet u zich misschien afvragen wat het buitenlandbeleid van de PVV precies is. En waarom u al die mensen in Eindhoven, in Veldhoven, van wie de baan afhankelijk is, niet alleen van het bedrijf, maar ook van wat deze minister en wat de premier doet, volstrekt daarvan afhankelijk is, wat de PVV daar eigenlijk voor doet. En mijn antwoord zou zijn, helemaal niks. Je mag zo. Nou, laten we dan afwachten in de termijn van de minister welke concrete resultaten deze minister heeft binnengehaald deze week voor Nederland en voor de gemiddelde Nederlander. Voordat u verder gaat, de heer Brekelmans, VVD. Ja, voorzitter, ik ben vorige week ook in de Verenigde Staten geweest met de contactgroep VS. Daar waren drie deelnemers namens de Kamer bij. Dat was de woordvoerder van het CDA, op het gebied van Defensie, de buitenlandwoordvoerder van de PVV en ikzelf.
We hebben daar een week lang pootjes gegeven in en rondom het Witte Huis en in Atlanta. Dus ik zou willen vragen of de heer Markeshouwer net zo hard de PVV-woordvoerder buitenlandse zaken veroordeelt als minister-president. Heer Markeshouwer. Ja, weet u, meneer Brekelmans van de VVD, ik heb tenminste het lef, misschien is het onbehoorlijk wat ik doe, maar ik heb tenminste het lef om het te doen in het gezicht waar de minister bij is. En de minister kan zich dan zelf verdedigen. Maar om nou een collega die hier niet bij is zo aan te vallen, ik zie daar niet echt de toegevoegde waarde van in. Dan verzoek ik uw betoog te vervolgen. Volgende week staat er dus weer een lunch op de agenda. En samen met zijn EU-collega's gaat minister Hoekstra volgende week namelijk lunchen met Mohammed Shtayyeh, een vertegenwoordiger van de criminele Palestijnse autoriteit. Een organisatie van terreur en corruptie. Jaarlijks maken zij honderden miljoenen euro's van onder andere Nederlands belastinggeld over aan terroristen, aan moordenaars van Joodse kinderen en vrouwen. Ook betaalt Nederland nog steeds mee aan het haatonderwijs en bijbehorend materiaal dat onder auspicie van die Palestijnse autoriteit wordt gefabriceerd. Waardoor telkens weer een nieuwe generatie Palestijnse kinderen wordt vergiftigd en klaar wordt gestoond voor de totale vernietiging van de Joodse staat Israël. Minister Hoekstra, ga niet volgende week lunchen met Mohammed Shtayyeh, vraag ik u. Met die zogenaamde premier van de Palestijnse autoriteit. Blijf ver weg van dit soort ongure types. En zo mogelijk nog veel belangrijker, stop, vraag ik aan de minister, alle gesprekken over een associatieakkoord met die Palestijnse autoriteit. We gaan ons als Nederland toch niet associëren met een boevenbende van kindermoordenaars en islamitische corrupte clanleiders? Voorzitter, beter kan minister Hoekstra deze week zorgen dat de Iraanse revolutionaire garde op de nationale terreurlijst komt te staan. De minister wil dat vooralsnog niet onomwonden toezeggen. Iets met juridische haalbaarheid. Hou op met dat juridische geneuzel en regel het gewoon. Graag een toezegging op dit punt. Voorzitter, een humanitaire ramp speelt zich af in het gebied Nagorno-Karabakh. 120.000 Armeniërs zitten als gevangenen vast. Ze zijn omsingeld door het islamitische Azerbeidzjan. Doordat de corridor naar Armenië is afgesloten en basisvoorzieningen worden afgeknepen. Het is niets anders dan het wegjagen of wegpesten van een bevolking. Een etnische zuivering. Voordat u verder gaat, de heer Brekelmans, de heer Sjoerdsma. Er wordt een bijdrage geleverd door een collega. Ik wil dat u graag naar luistert. Dank u wel, Marcus. Er vindt daar dus een soort etnische zuivering plaats. Wanneer, vraag ik aan de minister, wordt minister Hoekstra wakker en gaat hij zich realiseren dat islamitische regimes synoniem zijn met geweld, oorlog en onderdrukking? Dank u wel. Dank u wel.